Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Sebastiaan Kruis van de PVV, fractievoorzitter. In de gemeenteraad. Dacht ik wel dat je dat aan zou vullen, want anders worden mensen helemaal verward. En voorlichter, en niet zomaar één, maar van de heer Wilders himself. Oftewel van de beroemdste Nederlander, denk ik, op dit moment. Nou, ik denk dat er niet veel politici zijn in ieder geval die bekender zijn buiten Nederland dan Geert Wilders. Nee, daarom. Dus dat is nogal wat. En dat doe je al heel wat jaren. Ja, nou, ik werk al wat langer voor de fractie. Ik doe dit nu 7,5 jaar, geloof ik, voor de heer Wilders. En ik heb me aangesloten bij de PVV toen ik 16 was. En ik werk er nu bijna 12,5 jaar. Je bent 32. Ja. Oh, dat heb ik snel uitgerekend. Ja, dat ging maar, goed. je komt uit Zoetermeer, hè? Nou, daar heb ik tot mijn 18e gewoond, inderdaad. En ik kom uit Colombia. Dat is dus het meest feitelijke antwoord. Ik ben toen ik 9 maanden was naar Nederland gekomen. En ik heb toen tot mijn 18e in Zoetermeer gewoond. En sindsdien in, godzijdank, in de mooiste stad van Nederland. Den Haag. Ja, dat moet je zeggen van Geert Wilders. Nou, dat moet ik zeggen omdat ik daarmee ten eerste wil aangeven dat ik Zoetermeer niet zo vrij vond. En dat ik heel blij ben om in Den Haag te wonen. Ja. Omdat ik daar woon. Je kwam met 9 maanden vanuit Colombia. Medellin heet het geloof ik. Medellin. Hoe? Medellin. Ja, op Spaans uitgesproken. Ja, yo no parlo español. Okay. Maar nou, jij ook niet, volgens mij. Ik ben het aan het leren. Steeds beter. Want vooral Spaans benauwd. Je bent een Colombiaan van geboorte. Ja. En dan word je geadopteerd door Nederlands gezin. Ja. Dat zijn dan je ouders. Ja. Dus jij kent alleen die ouders in feite. Ik bedoel, dat zijn je ouders. Dat zie je als mama en papa. Dat zijn gezien helemaal mijn ouders. Ja, juridisch. Heb ik dus geen andere ouders dan die twee uit Nederland. Ja, maar zo is het ook het gevoel. Ja, zeker. Absoluut, ja. En je hebt in Zoetermeer, dus je ging daar naar school. Ja. En wanneer ontdekte je dat je papa en mama blank waren en jij donker? Nou, dat had ik vrij snel gezien, moet ik eerlijk bekennen. Ik weet niet meer precies wanneer ik dat zag. Maar ik zag natuurlijk wel enigszins verschillen qua uiterlijke kenmerken tussen zij en mij. Zie je dat dan? Ja. Als kind? Nou ja, kijk, het is nooit iets waar je achter komt of zoiets. Dat is volgens mij een soort natuurlijk gegeven, volgens mij, dat je gewoon ergens wel ziet dat het niet je biologische ouders zijn. Toen ik 2 jaar was, zijn we ook naar Colombia gegaan om mijn broertje op te halen. Dus het is altijd een soort van een gegeven geweest dat ik niet, dat we dus kinderen uit het buitenland houden en dat ik daar één van was. En dat kinderen dus geadopteerd in dat gezin kwamen en dat dat ons gezin was. Maar dan heb je toch een heel andere binding met je ouders eigenlijk dan je zou moeten hebben? Of zie ik dat verkeerd? Nou, het is nu ook wel zo dat met de kennis van nu, dat is nu natuurlijk wel, ja, ik zeg het ook wel eens tegen mijn broertje en mijn zusje als er soms dingen zijn. Je kunt het adoptieouders ook niet kwalijk nemen vaak, dat als er dingen misgaan die dan toch vaak aan adoptie gerelateerd kunnen worden. Dat destijds niet bekend was wat voor nadelige gevolgen dit ook zou kunnen hebben voor veel kinderen en soms ook ouders. Het idee dat je dus kinderen ergens weghoudt uit een ander land en dan opgroeien in een ander land, in een vreemd gezin met een vreemde cultuur, dat bij veel adoptiekinderen, ik denk meer dan ze destijds hadden ingeschat, tot toch wel vaak grote problemen heeft geleid. Maar ik zeg ook altijd, ja, er waren ook niet echt andere proefpersonen dan wij in feite. Ja, maar want vanaf de jaren 70 kwam dat echt op gang, zeg maar, internationale of interlandelijke adoptie. En dan in de jaren 80 en 90 is het echt een soort luchtbrug geweest vanuit de hele wereld naar Nederland. Omdat Nederland natuurlijk sowieso een heel rijk land is en dat er toen nog ten opzichte van nu heel veel arme landen waren. Waar dus veel kinderen vandaan kwamen, omdat die landen niet in staat waren om zelf voor hun kinderen te zorgen. Dus het is ook logisch dat destijds veel kinderen in Nederland terechtkwamen, ook Noorwegen, ook Duitsland. Maar met de kennis van nu wordt ook wel gewoon door veel psychologen, et cetera, wel vastgesteld dat het toch wel vaak
bij deze groep kinderen tot wel problemen heeft geleid als het gaat om binding, hechting, je ergens thuis voelen. Dus, maar ik heb daar zelf, moet ik eerlijk bekennen, helemaal geen last van. Hè? Maar daarmee zeg je eigenlijk dat dat adopteren niet zo'n goed plan is, maar soms dat moet vaak. Nou, dat moest destijds vaak en ik denk ook dat het uiteindelijk vaak voor veel kinderen, sociaal-economisch gezien natuurlijk, sowieso beter is geweest. Nee, dat, maar dat is ontegenzeggelijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat heel veel kinderen, of dat alle kinderen zich even prettig voelen in het nieuwe land. Ja. Dat is gewoon zo. Dat is, daar kunnen kinderen vaak zelf ook niks aan doen, kunnen de ouders niks aan doen. Het is gewoon in principe zo, dat zeggen ook kinderpsychologen, dat als je vlak na de geboorte of op een zeker moment van je ouders wordt gescheiden, dat dat leidt tot een soort van trauma, zeg maar. Dat ook al maak je dat niet mee qua herinneringen nu, is het gewoon net als je als jonge baby wordt weggerukt bij je biologische ouder, dan leidt dat gewoon tot een trauma, omdat je dan een soort van iemand mist met wie je wel een vertrouwensband zou moeten hebben, biologisch gezien. Hey, nou, dat wist ik niet. Ik dacht echt dat... Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld weeskinderen uit een oorlogssituatie. Dus als bijvoorbeeld kinderen hun ouders verliezen door oorlog of ziekte, dan gebeurt hetzelfde. Want je hebt gewoon eigenlijk een van je steunpilaren, biologisch gezien, is je moeder, zeg maar. En dan ten tweede je vader. En als die wegvallen, dan doet dat vaak wat met kinderen. Maar het is dus niet zo dat als jij, in dit geval jij, met 9 maanden... hier komt, dan kan je net nog niet brabbelen, geloof ik. Nee. Dan kan je nog niet eens staan. Nee. Ik dacht eerlijk gezegd dat je dan, weet ik wat, gewoon hecht aan die mensen. Dat zijn dan je ouders, je hebt geen andere mensen leren kennen. Nee, dat is dus in mijn geval denk ik wel zo. Maar vaak is dat dus niet zo. Dat is dus, daar kunnen ze wel de kinderen niks aan doen. En vaak de adoptieouders, met alle goede wil en bedoelingen van de wereld, eigenlijk ook niet zoveel. Wat was de reden van jouw ouders om een kind uit Colombia te halen? Nou, ik weet niet eens of ze per se direct voor Colombia hebben gekozen, maar omdat ze dat wilden. Ze wilden een adoptiekind, punt. Ja, mijn moeder wilde graag kinderen uit het buitenland. En hadden ze zelf ook kinderen? Nee. Dus je bent enig kind? Nee, ik heb ook nog een broertje en een zusje. Van hen? Nee, die zijn later geadopteerd. Dus ze zijn... Oké. Okay. Dat is wel familie, maar niet biologisch, zeg maar. Ja. Dus dan ben je echt in een hele adoptiebusiness terechtgekomen. Dus ik zeg maar, in het gezin was het een normale... situatie. En ook veel vriendinnen van mijn moeder hadden allemaal kinderen geadopteerd. Ja. Uit Colombia, uit Sri Lanka. En ja, op een of andere manier in mijn jeugd was bijna iedereen die ik kende was geadopteerd. Ja. Nou ja, dat geeft dan wel weer een zeker soort van, geborgen gevoel, denk ik. Het was dus echt nooit zo'n issue eigenlijk. Want iedereen, ik heb nooit een moment gehad dat ik dacht van, oh, ik ben... Niet van hun of zo. Het was gewoon, ik was van hun, maar niet biologisch. En dat was een soort heel natuurlijk verloop. En eigenlijk ook iedereen in mijn omgeving had dat. We groeiden op in Zoetermeer, in een blanke Phoenixwijk. En het was gewoon een gegeven dat veel van de kinderen die ik kende, die waren niet blank. Die hadden ook Nederlandse ouders. En dat was een gegeven eigenlijk. Ook op de basisschool, ik was in de klas een van de weinigen van kleur. Zoals je dat dan tegenwoordig goed moet zeggen natuurlijk. Nou, hoe zou ik dat moeten zeggen? En ja, kleurling of weet ik veel wat. Ik kan ook zeggen de enige zwarte, maar dat klinkt zo onsympathiek. Ja. Maar dat was altijd een soort van gegeven. En ja, ik heb dat nooit vreemd gevonden of zoiets. Of als bijzonder ervaren. Pas met terugwerkende kracht, dan denk je wel eens van... Nou, eigenlijk is het best mooi dat je op die manier gewoon kan opgroeien... in zo'n wijk, op zo'n school in Zoetermeer. En dat je eigenlijk nooit ergens hinder van ondervindt op een bepaalde manier. Nee, ik in ieder geval. Het kan dus gewoon. Het kan dus zonder hinder en toestanden... Heb je een goede jeugd gehad, wat dat betreft? Ja, tot de latere jeugd was het echt wel prima. Latere jeugd, puberteit? Nou, toen, zeg maar, vanaf mijn 16 had je wat tegenslagen, scheiding van mijn ouders. Dat is natuurlijk nooit leuk voor kinderen. Oeh. En dat is, dus dat zijn wel mindere dingen, maar in zijn algemeenheid heb ik echt een prima jeugd gehad. Dat is trouwens heel ingewikkeld. Als ouders dan gaan scheiden en de kinderen zijn geadopteerd, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Dan krijg je ook een soort... Nou, dat helpt niet, zeg maar. Hoe bedoel je? Want dat maakt juridisch niks uit, denk ik. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Kijk, maar juridisch gezien zijn het altijd gewoon helemaal volledig mijn ouders. Ja. Alleen het is meer... Een bezoekregeling, zoals... Nou,
Ik had ook niet zo'n last van, ik kon toen gewoon alleen thuis blijven, dus ik hoefde nooit met mijn koffertje van de ene naar de andere kant, zeg maar. Maar het is meer gewoon, het is voor kinderen nooit leuk als hun ouders scheiden. Nee, oké, dat daar gelaten. Dat is dus, dat is een klap extra. Tenminste. Ja, in ieder geval op papier zeker, ja. En in de praktijk kun je zeggen van ja, je hebt daar een soort van manier in gevonden om daar zelf beter uit te komen. Waardoor het voor jezelf gewoon allemaal prima te handelen is. Maar dat wil niet zeggen dat het leven daardoor altijd makkelijker wordt. Zeg. Wat voor ouders vond je het? Waren het fijne mensen? Heb je veel van ze geleerd, opgestoken? Was het fijn? Was het warm? Ja, bij mijn moeder zeker, ja, absoluut. Absoluut. Ik heb ook wel haar wel vaker aangehaald in andere interviews. En dat doet het ook altijd graag. Ten eerste omdat ik vind dat ze dat verdient. Maar ook omdat ik het leuk vind om dat te zeggen. Want het ook echt zo is. Ik denk dat niemand zich een betere moeder kan voorstellen dan die ik heb. Nou, dat is mooi. Dat is heel mooi. En je ziet haar natuurlijk nog regelmatig. Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Hoe blij zijn ze met jou? Nou, ik kan alleen voor mijn moeder praten. Wat is er met je vader? Ja, die heb ik geen contact mee. Oh. Maar ik denk dat hij heel blij is met mij. Ik denk wel dat jouw moeder bedoel je? Ja. Ja. Nou ja, maar je ziet het toch regelmatig. Dus ja, het vanzelf. Ja. Ik snap het ook wel. Maar ik snap ook wel dat zij blij met mij is. Zeg. Ja. Nou ja, goed, kijk, het is een kindje wat opgehaald is. Dat is toch een zeker risico uit Colombia. En dat schopt het hier toch maar even, hè? Ja, nee, absoluut, absoluut. Ja, nee, dus dat is echt... En hoe komt dat je het zo ver schopt? Ja, omdat ik gewoon altijd wel echt gewoon... Excuus, vertrouwen dat mijn microfoon niet sloop. Omdat je gewoon werkt, je doet waar je in gelooft. Je werkt hard. Ja, platitudes. Ja, soms hangt het aan elkaar van... toevalligheden. Maar hoe ging dat op school? Was je daar een excellent student of zo? Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik blonk absoluut niet uit. Ik heb altijd bij alles gemiddeld een 6 gehad. Zowel op het VMBO als op de HAVO. Dus in die zin, ik wilde daar geen overdreven inspanningen leveren. Net genoeg om over te gaan. Dus, maar ja, als je 6 haalt, dan heb je ook andere dingen gedaan. Nou, het voordeel. Nee, dat viel. Nou, dat was niet zo dat ik heel veel andere hobby's ernaast had. Dus het is niet zo dat ik school liet liggen ten koste van andere dingen. Maar ik had gewoon niet heel veel behoefte om te leren. Dat heb ik ook eigenlijk nog nooit gedaan. En dat was dus net genoeg om elke keer met hakken over de sloot over te gaan of je diploma's te halen. En welke richting ging je dan uit? Nou, ik ben dus aanvankelijk wilde ik dus geschiedenisdocent worden. En toen, dat was eigenlijk mijn idee. En op een gegeven moment moest ik bij maatschappijleer een schoolopdracht houden over wat in mijn ogen het grootste maatschappelijke probleem was op dat moment. En toen heb ik aangehaald dat in mijn ogen het gebrek aan integratie was. Want toen na die moord op Van Gogh, toen was ik zelf even aan mijn hoofd net 15, toen gebeurden dingen in Nederland. Waar ik ook zelf op een gegeven moment een soort van mee te maken kreeg. Dat je soms merkte dat mensen je tot een bepaalde groep rekenden. En dat je dan daardoor bepaalde handelingen zag. Waardoor ik aan den lijve ondervond dat er spanningen waren tussen bevolkingsgroepen. Nou, dat is een heel cryptisch antwoord. Ja. Om te zeggen dat soms als ik in een bus stapte, dat dan bijvoorbeeld mensen opschoven een plek zodat ik niet naast ze kon zitten. Oh, okay. Dat deed dus niet als een blank iemand instapte, zeg maar. Dus dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Maar vaak genoeg om daar gewoon over na te gaan denken. En te bedenken van ja, wat zit hierachter? Want ik was wel gewoon maatschappelijk geëngageerd. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En in mijn optiek kwam dat vooral. Toen had je ook allemaal die rellen in Amsterdam, Slotervaart enzovoort. En al dat gedoe daar met die Marokkanen. Dus het was toen ook actueel, vaak in het nieuws. En ik heb dat toen, naar mijn mening, een mening over gevormd. Dat ik vond dat integratie wel ook van 2 kanten moest komen. En dat op dat moment, en dat werd ook gedeeld door veel Nederlanders, vonden veel mensen dat er gebrek was aan integratie in Nederland. Dus ik heb dat toen aangehaald tijdens een spreekbeurt in de 4e klas van de middelbare school. En toen, ik had daar nog nooit eerder iets over gezegd. Dus toen reageerden mensen vrij verbaasd, zeg maar. En het leidde ook tot wat onrust met wat groepen op schoolpleinen enzovoort. Die daar ook lucht van hadden gekregen wat ik daarover had gezegd. En die kwamen dan naar school om me op te wachten. Want, dat was heel heftig wat je gezegd hebt. Dat viel echt oprecht heel erg mee. Ik heb wel gezegd dat de islam niet per se bij Nederland hoorde. En dat vond ik ook op dat moment. Je zag het overal misgaan. Je had net de moord op Van Gogh gehad. En ik dacht ook dat ik dat gewoon kon zeggen. Nou, vervolgens is er toen ook nog vanuit school naar mijn huis opgebeld. Om een signaal af te geven van mijn afwijkende mening. En, door de directie of iets? Door mijn mentor. Ja.
in overleg met het afdelingshoofd. En toen werd mij eigenlijk gevraagd om een nieuwe spreekbeurt te houden, maar dan met een andere mening. Inclusief. Waarschijnlijk inclusiever. En nou, dat vond ik zo absurd. Dus toen, en dat was in het voorjaar van 2006. En toen heb ik... Toen was je 14, zei je? Nee, toen was ik meer dan 16. 16, want het was rond de 15e, de moord op Van Gogh. En toen, een jaar daarna, toen ik die spreekbeurt. En toen heb ik daar... kreeg ik dus dat signaal vanuit school naar mijn ouders dat ik een afwijkende mening had. Nou, diezelfde middag heb ik me aangemeld bij de PVV als vrijwilliger. Want Geert Wilders was toen net bezig met zijn eerste verkiezingscampagne met de PVV. En ik heb toen ook diezelfde spreekbeurt gehouden, maar dan nog in kwadraat keer 10. Met eigenlijk dezelfde mening, alleen nog duidelijker geformuleerd in mijn optiek. Want als, ik had echt toen het gevoel, als dit de reactie is die je krijgt als je zegt wat je vindt. En ik vind dit en ik krijg deze reactie, nou dan moet ik daar wat mee. Want ik heb gewoon ik heb mijn hart laten spreken. Omdat ik dingen had meegemaakt en omdat ik dingen had gezien waarvan ik vond dat maatschappelijk aandacht behoefde. En als je dan deze reactie krijgt van gewoon een schoolinstelling en van mensen om je heen die daar allemaal boos over zijn. Nou sorry, maar dan zegt dat mij des te meer dat ik daar iets mee moet. Maar je bent 16 en ja. Je gaat je gelijk melden bij een dan nog net afgescheiden ex-VVD. Ja. Dus, die was toen bezig met zijn campagne. Die kreeg bijna niet heel veel media-aandacht nog. Maar ik had daar dingen over gezien en gelezen. En ik was het daar gewoon mee eens. Hij zei niets over... Hij zei geen racistische dingen. Hij zei helemaal niets. Ik dacht echt, nou, ik denk dat je ook als je allochtoon bent... of je niet per se van oorsprong Nederlander... is die partij volgens mij een prima partij. En zegt die partij wat ik vind. Ja. Dus, nou, daar wil ik me dan wel gewoon voor inzetten. Dus ik heb toen een mail gestuurd. Toen kreeg ik flyers thuis toegestuurd... Toen ben ik gaan flyeren. En toen ben ik ook naar die evenementen gegaan van de PVV. Nou, zodoende raakte ik daar ook met de PVV's van het eerste uur in contact. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon daarin gekomen. Ja. Eerst toen nog als 16-jarige. Nou, toen hadden we natuurlijk die verkiezingsavond van 0 naar 9 zetels. Nou, toen moest ik ook gewoon door met school. Was dat niet in Den Haag? Ja, ja. Op het plein. Ja. Dat was in 2000? 6. November 2006. Ja. En dat was dus eigenlijk toen ik dus nog op de middelbare school zat. Ik zat nog in de vierde klas. Nou, en toen werd je een PVV'er op die school. Toen werd ik een PVV'er, ja. Mamma mia. Dat ging niet goed. Nou ja, dat ging op zich wel goed. Er waren sommige docenten die niet meer met me wilden praten. Allemaal dat soort dingen. En wat eigenlijk elke PVV'er wel heeft meegemaakt. Dat vroeg me eigenlijk af... Omdat het ook al zo lang geleden is. Was dat in het begin ook al zo? Juist in het begin. Oh, dat... Absoluut, ja. In het begin was het echt PVV, Wilders. Het was echt... dat leidde echt... alsof je een rookbom in de woonkamer flikkerde. En mensen stoven alle kanten uit, letterlijk en figuurlijk. En ja, dat was eigenlijk... En vanaf dat moment voel ik me ook PVV. Dus ik zeg het ook altijd. Ja. Dat vanaf mijn 16e heb ik me aangesloten. En vanaf dat moment is het ook echt wel gewoon een substantieel deel van mijn leven geworden. Natuurlijk moest ik nog afstuderen op de middelbare school. En moest ik daarna ook nog een vervolgopleiding doen. Maar ik heb altijd contact gehouden met mensen in de Tweede Kamer. Die daar aan het werk waren. En heb ook wel bedacht van nou, als ik mijn diploma heb straks, ga ik ook daar wel werken. En welk diploma is er? Nou, ik heb integrale veiligheidskunde gedaan op het HBO. Nou, dat komt goed uit. En, maar dat was enkel omdat ik gewoon wel een diploma wilde hebben voor eventueel wat dan ook. Maar ik wist ook wel dat ik hier kon werken eigenlijk. Oh. Want ja, ik kende iedereen. Ik ging baangarantie. Nee, het is nooit zo uitgesproken, maar ik dacht wel, als ik gewoon straks op een functie kan solliciteren, Dan lukt dat. En uiteindelijk moest ik voor die HBO-opleiding, de laatste 2 jaar moest ik 4 dagen per week werken en dan 1 dag per week naar school. Dus een soort leerarbeidsplaats heette dat dan. En dat was, toen heb ik de directeur van onze partij een mail gestuurd. En dat was direct geregeld eigenlijk. Fantastisch. En toen had je weer een familie. Ja. Nee, en dat is ook echt wel die je zelf kiest. En, dat heb ik ook altijd, ook van mensen die ook, kijk, er zijn heel veel mensen die niet geadopteerd zijn, die ook helemaal geen eigen familie hebben. Ik zeg ook altijd, kijk, familie kies je niet voor, dat krijg je. En dat is of een goede of een slechte, maar je kiest uiteindelijk in je leven eigenlijk je eigen vrienden en familie. Maar juist omdat de PVV zo aangevallen werd van alle kanten, ja. Heb ik ook meegemaakt toen ik hier kwam werken, had je ook een soort hele grote gebondenheid binnen die ploeg.
Ja. Anders dan bij andere fracties, merkte ik. Dat was heel duidelijk. En dat is trouwens nog zo. En er is wel ruzie en weet ik wat. Er is wat conflict hier of daar natuurlijk over, weet ik het, lijsten of wat dan ook, nummers. Maar het is wel een hechte club. Eigenlijk, wat ik begin te begrijpen, fortunisten. Min of meer. Ja, als ik mensen vanuit die tijd spreek, die zeggen een beetje dat het ook wel hetzelfde familiegevoel was. Ja. Voordat al die ellende natuurlijk begon. Maar ja, het is, ja, ik draai hier al eigenlijk 16 jaar mee. En ja, het is inderdaad een familie waar ik me heel erg thuis voel. Met soms ruzies, met soms mensen die even uit de familie stappen. En weer met nieuwe mensen die erbij komen. Je hebt met elkaar gemeen dat je je aangetrokken voelt door dit gedachtegoed. En het is bovendien nu ook rustig. Hè? Het is jarenlang heel erg gedoe geweest. Dat is echt. Maar je hoort het ook wel van veel mensen hier rondom Den Haag. Dat dit inmiddels een van de meest goed lopende politieke organisaties is in dit Tweede Kamergebouw. Ja. Allemaal geoliede machine. En mensen die allemaal echt thuis zijn in een beleidsterrein. Die daar echt wel hele goede en kundige dingen zeggen. En iedereen die weet, die snapt inmiddels ook hoe het vak werkt. Toch zijn er mensen die, als ze dit zouden horen en zien wat we nu zeggen en waar we het over hebben. De computer of weet ik waarmee ze kijken, het toestel, het raam uitgooien van woede. Hè? Ja, maar goed, kijk, als iets waar je het niet mee eens bent goed loopt, kun je wel heel boos worden. Maar ja, we gaan er niet minder goed doorlopen, zeg maar. En je bent, en dat is ook heel bijzonder, heel dichtbij naast Geert Wilders komen te staan. Ja. Je komt als jongetje van 16 binnen, of iets ouder als je afgestudeerd bent. Dat was wel eigenlijk binnen, maar je werkt je daar binnen. En jullie worden, neem ik aan, goede vrienden. Nou, in ieder geval dat we gewoon, denk ik, goed samenwerken. Het is, je weet ook niet van tevoren precies hoe soms dingen lopen binnen zo'n loopbaan, eigenlijk binnen de politiek. Je doet eerst een functie, dan vang je iemand anders op die even uitvalt. En zo doen, dan kom je op een gegeven moment op een functie waardoor je dan met Geert Wilders zelf te maken hebt. Ja, dat is ook een soort op een natuurlijke manier gegaan. Ik heb nooit ergens voor gesolliciteerd hier intern, maar gewoon, ik heb elke keer een soort functie van een ander overgenomen. Als even een gat viel. En op een gegeven moment, toen kwam deze functie vrij. Nou, ik was gewoon bereid om die functie te doen. En dat was hartstikke leuk ook. Ja, want je reist met hem de hele wereld over. Je zit bij hem, dicht bij hem. En hij is een grappige, amicale man. Hij zal waarschijnlijk ook wel heel nors kunnen zijn. Of weet ik wat. Of niet dwingen. Ja, het is gewoon. Ja, en dat vind ik ook altijd wel. Het is gewoon iemand die echt keihard werkt. Ja, en dat ongelooflijk. Is dus, en dat maakt het ook wel een stuk makkelijker soms. Als je in het weekend. Als je in het weekend dingen worden gevraagd. Ja, als je weet dat hij aan het werken is. Ja, hoe erg is het dan om zelf even iets te doen? Ja. En het is gewoon, ik vind het een organisatie waar ik uitstekend op mijn plek ben. Waar ik ook gewoon hele leuke, amicale mensen omheen heb. Waar soms de sfeer even wat harder is dan andere keren. Maar ja, ik heb hier altijd wel heel prettig gevoeld. Ja. Hoe is het om zo dicht naast hem te staan? Terwijl je aan de andere kant weet dat de hele wereld hem kent. Ja. Dat er een deel van de wereld is wat wil slachten. Hè, over Van Gogh gesproken. Maar tegelijkertijd zit je in zijn directe aura, zal ik maar zeggen, de hele dag. Of in ieder geval als je op reis bent of iets organiseert ergens. Ja, nou dat is, kijk, je doet het iets werkmatig. Dus ik heb gewoon mijn werkzaamheden en dat doe je. En heel vaak is het zo dat als je dan daarna alles terugziet in het nieuws of wat dan ook, dan sta je een soort van op afstand daarvan. Kijk, niemand weet hoe het is om Geert Wilders te zijn. Want niemand weet hoe het is om in deze mate je vrijheid in te moeten leveren. Dus ik zie het ook alleen maar als ik aan het werk ben. Dus dat is in die zin, dat is heel anders. Dus niemand weet hoe dat is. Dat zou die alleen zelf kunnen beantwoorden. Maar het is wel vaak zo dat als je even, zeg maar, in het nieuws bent met grote evenementen. Ja, dan dat je ook een soort van sociale dissonantie hebt van wat je zelf doet eigenlijk. Je ziet jezelf ergens lopen. Ook dingen die ik in de gemeenteraad doe. Het is niet zo, je hebt daar niet echt gevoel bij op dat moment zelf. Je doet gewoon je werk. Je wilt dingen goed doen. En het is meer, zeg maar, voor buitenstaanders dat ze vaak denken van, oh, hoe moet dat zijn? Terwijl je zelf gewoon eigenlijk op dat moment weet waar je mee bezig bent en je gewoon je werk probeert goed te doen. Maar het is ook wel vaak dat je op sommige momenten ook wel gewoon heel vaak ervaart hoe bijzonder het is dat je hier kan werken in het parlementsgebouw. Ja, en op die korte afstand met Geert Wilders. Ja, nou ja, zeg maar, dat zeer zeker ook. Maar ook gewoon, ja, dit is wel de democratie van Nederland. Mensen gaan op verkiezingsdag gaan ze allemaal naar het stemhokje. En dat maakt dat we hier kunnen zitten. En dat je dan daar eigenlijk zo dichtbij zit. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik denk pas als je uit de politiek stapt, dat je met echt daar echt meer gevoel aan kan toedichten, zeg maar.
Nu ben je toch gewoon bezig met je agenda, met je planning, met je organisatie. En ik denk pas als je straks uit de politiek stapt en je zit op het journaal te kijken naar hoe mijn opvolger, zeg maar, met Geert Wilders ergens is, dat je dan pas weet hoe het eigenlijk was. Maar het is gewoon vaak hartstikke leuk om hier te werken. In de Tweede Kamer, in het parlement, bij de PVV. Het is ook keihard werken. Je maakt enorme uren. Je bent er nooit. Je hebt nou, zeker in campagnetijd. Ja. Je hebt ook wel eens rustige tijden. Hoor. Dat is ook wel het eerlijke antwoord. Maar het is vaak wel hectisch, want je hebt natuurlijk ook gewoon de actualiteit en daar moet je op inspelen. En je hebt natuurlijk de gemeenteraad waar ik in zit. Het is wel een levenswijze, maar dat vind ik ook dat geldt bijna voor alle politici die je ziet. Dat zijn wel mensen, daarvan weet je, die zijn er ook dag in dag uit mee bezig. Ja. En dan heb je ook nog een privéleven. Tenminste, als het goed is. Ja, maar dat is echt wel, dat is zeg maar eigenlijk wel in deze fase gebouwd om je werkzaamheden, merk ik zelf. Dus het is altijd wel een soort van, dat is heel belangrijk, maar het is ook ondergeschikt. Ja, dus het moet waarschijnlijk kiezen voor de een of het ander. Ja, en vaak is het wel zo met dit werk, dat krijgt dan toch wel een voorrang. Ja, maar ja, je kan, zelfs als journalisten hier, debatten lopen tot weet ik veel, 2 uur 's nachts. Ja. Ja, dat wordt ingewikkeld thuis. Als het vaak gebeurt. Ja, nou ja, maar dan gebeurt het vaak. En dan ga je 's ochtends even met de hond lopen. En dan ga je weer aan het werk. Ja, je zoekt ook gewoon wel de vrije momenten om er iets van te maken. Maar ik moet eerlijk gezegd ook echt niet aan denken om 5 dagen per week om 5:30 thuis te komen. En met een bord spaghetti op de bank naar het Nieuwsuur te kijken, zeg maar. Nee, dat doe je sowieso niet, denk ik. Nee, dat is waar. Want ik heb je er al eens op betrapt dat jouw functie, dat was wel een grap, maar toch, dat geeft wel iets aan. Het was voorlichterschap bij Wilders is heel makkelijk. Als de pers belt, dan zeg je, we doen het niet. Nou, dat is het beeld in de media, ja. Dat het zo is. Zo, we doen echt uiteindelijk ook wel genoeg, ja. Maar niet alles. Maar niet alles. Nee. Heb je contact met andere hier voorlichters of hoe gaat dat? Nou, in het voorbijgaan. De meeste ken ik niet eens. Ik doe het natuurlijk al wel vrij lang. Ik merk wel op Prinsjesdag dat ik nu een van degenen ben die het langste zit, zeg maar. Maar ik heb ook helemaal geen behoefte aan contacten met die mensen. Want ik vind altijd, en ik wil niet te veel over mensen roddelen of zo, hè, maar de meeste van die mensen hier in dit gebouw zijn allemaal van die bepaalde typetjes. Je kent ze wel. Je met een beetje van die Amsterdamse broekpijpjes, veel te hoog. Dan met van die gekleurde sokjes eronder. En dan van die gladde schoentjes. En dan lopen ze met zo'n bepaald pasje lopen ze door dit gebouw. Dan vaak met die telefoon continu zo. En dan, ja, allemaal van die, een beetje diezelfde types. Ze zijn allemaal inwisselbaar voor elkaar. En dan merk je ook wel, allemaal een beetje die D66-achtige types. Een beetje voort D66 GroenLinks-achtige figuren. Heel cosmopolitisch ingesteld. Altijd hun blik op hun volgende job. Altijd maar bezig met op een bepaalde manier belangrijk doen op een of andere manier. Ja, dat is aan PVV'ers niet besteed. Nou, misschien. Nou, nee, ik ken eigenlijk niemand binnen mijn partij die zo doet. En daar kunnen ze misschien ook vaak niks aan doen, maar ik vind het huur. Nee. Geen grote fan. Hoe is het contact met je ouders, althans met je moeder nu? Heel goed. Heb je daar een basis mee dat je daar iedere week zit of weet ik wat? Nou, niet elke week zit ik er, maar we hebben wel bijna dagelijks contact via de app. En hebben jullie daar ook contact over politieke zaken? Nee. Meer van als ik bijvoorbeeld zelf interviews geef, of bijvoorbeeld dit als dit online staat, zal ik waarschijnlijk wel doorsturen. Maar het is niet zo dat er thuis iets is met wat je politieke ideeën zijn of wat je, nee. Dat je voor de PVV werkt. Want dat is voor sommige PVV'ers nee, wel een probleem. Nee, dat was, ik moet eerlijk zeggen, toen ik 18 was, hebben we op een gegeven moment tegen elkaar gezegd, we gaan het gewoon niet meer hebben over politieke dingen. Nee. Misschien was ik zelf ook wat jonger toen, maar het was niet zo dat elke discussie even relaxed verliep, zeg maar. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon met elkaar afgesproken. Want ook als je 18 bent, je wordt altijd heel recalcitrant, gewoon je gelijk halen. En je bent best bereid daar dan vaak ver voor te gaan, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment stop je daar gewoon mee. En eerlijk gezegd, moet er nu ook niet aan denken. En als ik daar op de bank zou ploffen, als ik daar op bezoek ben, dat ik dan allemaal weer over discussies moet gaan beginnen. Ja. Dat heb ik al de hele dag eigenlijk. Maar op een gegeven ogenblik besluit je, ik ga toch mijn biologische moeder of vader zoeken.
Ja. Dat is pas kort geleden. Op een gegeven moment, dat was de, denk ik 3 of 2 jaar geleden, toen had je dat nieuws over de commissie Joustra. Die hebben in opdracht van het ministerie destijds onderzoek gedaan naar misstanden rondom internationale adopties. Want er waren al jarenlang toch wel hardnekkige geruchten dat er in veel gevallen toch ook dingen mis zijn gegaan bij adopties. Dus die hebben daar toen een opdracht, de commissie Joustra heeft daar toen een opdracht van het ministerie onderzoek naar gedaan. En die hebben op een gegeven moment 2 jaar geleden geconstateerd in de zomer, met het, in, het, in de conclusie van hun eindrapport, dat de Nederlandse overheid echt steek heeft laten vallen daarin. Toen heeft de minister destijds daar ook excuses voor aangeboden aan adoptiekinderen. En op een gegeven moment is er gevraagd tijdens het rondetafelgesprek met die commissie, maar wat betekent dit nou voor individuele adoptiedossiers en kinderen? Hm. Die zien nu wel deze conclusies die in algemeenheid zijn getrokken, maar wat moet je daarmee als je geadopteerd bent en je hebt een dossier met summiere informatie, zoals ik had. Want in mijn dossier stond geadopteerd, na 3 dagen achtergelaten in het ziekenhuis, verder geen informatie bekend over de moeder, punt. En de naam stond na 3 dagen achtergelaten in het ziekenhuis, ik dacht dat het de wens was van de moeder om het kind af te staan. Is zij weggegaan uit het ziekenhuis, okay. En ik ben daar gebleven. Ja. En dan heet dat in Spaans abandonado, dus verlaten. Ja. Dus die heeft ook, dat was mijn informatie. En aangezien ik toen natuurlijk ook naar die ronde tafel zat te kijken, en toen dat antwoord kwam, maar toen werd er dus gevraagd, wat betekent dit voor individuele kinderen? En toen was het antwoord, ja, dat zullen ze dus uiteindelijk zelf moeten uitzoeken. En dat ging je doen? En toen heb ik bedacht, nou, ik stel altijd alles verschrikkelijk uit. En ik had, ja, misschien ook een beetje mediagel, maar ik heb toen ook gedacht van ja, ik heb toen heel veel leuke reacties gekregen. En ik vind dit ook alweer een soort nieuwe ontwikkeling. Dus ik vind ook wel dat ik hier iets mee moet. Want en niet zozeer voor mezelf, maar ik dacht wel, stel je voor dat er een misstand zou zijn. En ik bijvoorbeeld toch dat het dossier niet klopt bijvoorbeeld. Ja, dan is dat voor mijn moeder daar verschrikkelijk natuurlijk. Als er iets is misgegaan. Dat is toch in sommige gevallen gebeurd. Het is ongelooflijk, maar wel waar. Dus ik heb toen bedacht van, nou, dan moet ik daar wat mee. En dan ga ik, zodra het kan, dat was toen natuurlijk nog midden in de coronatijd, dacht ik wel van, nou, zodra het kan, ga ik naar Colombia en dan ga ik wel proberen meer informatie te krijgen over mijn dossier, om te checken of het klopt. Want nu ben ik nog jong, is zij eventueel nog in leven, als ze nog zou leven. Dus ik dacht wel van, ja, als ik dit over 20 jaar bedenk, kan het te laat zijn. Dus ik heb toen daar ook weer in de media over gesproken. Dat gezegd eigenlijk, dat dit mijn gedachten waren. En dat was ook voor mij wel een soort van stok achter de deur. Dat is altijd in de krant gestaan. Weer superleuke reacties, ook veel steun en support. En ja, mensen informeren toch erna van, weet je al wat. En ja, ik ben normaal gesproken al best wel van het dingen uitstellen in mijn privéleven, zeg maar. Dus dat was wel een soort stok achter de deur voor mij. Om ook daadwerkelijk, als ik zou gaan, daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En ik ben dus inderdaad afgelopen jaar in april ging ik naar Colombia met het idee van, nou, ik ga nu kijken hoe ver ik kan komen. Want daarna weet ik ook eventueel waar ik vastloop en wat eventueel een hulpvraag zou kunnen zijn aan instanties, misschien een televisieprogramma, weet ik veel. In ieder geval, je hebt Spoorloos en je hebt andere onderzoeksbureaus die daarbij kunnen helpen. Maar ik moet wel eerst zelf kijken tot hoe ver ik kom. Dus toen heb ik dat gedaan. En toen eigenlijk binnen een week tijd had ik van bijna geen informatie, had ik haar gevonden. Dus dat was echt gewoon een unieke reis. Met een bijzondere uitkomst. Want ik denk dat ik zelf ook vooral in de eerste plaats niet had gedacht dat ik haar binnen een week tijd zou vinden. Wat wel echt is gebeurd. Maar je wist dat zij het was? Ja. En je ging naar een plaats, waar was ze? Nou, ik heb daar wel echt gezocht hoor. Ik ben daar echt wel, Ik was daar 2 weken, maar ik heb daar zeg maar 7 dagen, wel echt gewoon volle dagen, van instantie naar instantie, van die plaats naar die plaats, van dat politiebureau naar dat politiebureau, heb ik echt gewoon echt ja, een soort speurtocht gehouden, om elke keer allemaal informatie die ik kreeg in te winnen, dan vervolgens weer een soort vervolgstapje te maken. Maar wat enorm hielp, daarom is het ook wel in die zin vrij concreet te maken, ik ben op een gegeven moment naar het bevolkingsregister gegaan, in de plaats waarin de ziekenhuispapieren stond dat zij was geboren. Dat was een van de weinige dingen die ik wist. Ik wist haar naam, haar leeftijd en haar geboorteplaats. En die geboorteplaats lag even buiten Medellín. Dus ik dacht, dat is een klein dorpje.
En daar is de kans dat ze je willen helpen misschien groter dan in die enorme stad met alle procedures en privacywetgeving. En dat bleek ook zo te zijn. Want ik had gewoon al mijn adoptiepapieren meegenomen. En toen is die man daar gaan zoeken in het systeem. En die kwam eigenlijk toen al heel snel tot de conclusie dat de naam van mijn moeder, in die combinatie, met die leeftijd, er was er maar eentje van in heel Colombia, die zeg maar als zodanig stond geregistreerd. En die was ook pas 2 jaar daarvoor geregistreerd. Wat een indicatie was dat ze mogelijk daarvoor op straat had geleefd. En heel vaak mensen die op straat leven, die worden niet geregistreerd. En het feit dat zij met die naam op de plaats waar ik was geboren zich had laten registreren 2 jaar eerder. Ja, dat was dus wel een indicatie dat als je iemand ging zoeken in Colombia, dan was het deze vrouw. Het kon niemand anders zijn. Het klopte qua leeftijd, het klopte qua locatie waar ze was geregistreerd. Het klopte dat ze inderdaad vermoedelijk al die jaren op straat zou moeten hebben geleefd. En dat was ook zo. Dus het scheelt wel dat je dan op een gegeven moment kan gaan zoeken naar 1 persoon met 1 namencombinatie. En dat maakt het wel een heel stuk makkelijker. Dan ben je eerst concreet aan het zoeken en onderzoeken en praten met mensen en verifiëren. Maar ondertussen denk je, ja, ik ga straks, als het lukt, dan zie ik voor het eerst mijn biologische moeder. Ja, daar was ik dus eigenlijk helemaal niet mee bezig op dat moment. Want ik was zo bezig met gewoon, ja, elke keer gewoon eigenlijk die hele rationele, zeg maar, keuzemomenten van, nou, wat ga ik morgen doen? Wat zegt deze informatie mij? Moet ik hier iets mee of is dit een soort doodlopend paadje? Maar uiteindelijk ging je naar het adres waar zij verbleef. Nou ja, uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat zij... Wie is degene met wie... mijn partner, die was mee. En, je levenspartner. Ja, maar daar zeg ik trouwens niks over. Maar je had een levenspartner, ja, die ging mee. En die is er trouwens nog steeds. Hoor. Nou ja, maar op dit moment, ja. En ja, op een gegeven moment kwamen we daarachter dat zij was geregistreerd door een dakloze opvang. En ja, en bij die dakloze opvang, daar zijn we een paar keer geweest. Want we wisten toen alleen dat ze daar was geregistreerd, want op een gegeven moment is ze heel erg ziek geworden op straat. En toen is ze door mensen van de gemeente en die dakloze opvang daar vandaan gehaald. En toen is ze geregistreerd, want ze ging een opvanglocatie voor haar zoeken. Maar blijkbaar is het in Colombia zo dat vanaf een zekere leeftijd worden voor daklozen, zeg maar zonder familie, gaan ze een soort opvanglocatie zoeken. Dan moet je dus bijvoorbeeld eerst 20 jaar op straat hebben gelezen. Je moet niemand meer hebben. Niet het land zijn uitgewezen. Er moet geen familie bekend zijn. Er zijn wel een heel aantal criteria. Waardoor ook niet zoveel. En er zijn maar heel weinig plaatsen om daarvoor in aanmerking te komen. En zij is op een gegeven moment daarvoor in aanmerking gekomen. Alleen ja, het is daar dus niet zo dat systemen op elkaar zijn aangesloten. Dus nee. Wat je hier hebt, dat alles op elkaar is aangesloten. Daar is dus echt helemaal niks op elkaar aangesloten. En op een gegeven moment zijn we in die dakloze opvang op hun verzoek door een hele bak met duizenden plastic kaartjes heen gegaan. Waar allemaal, zeg maar, namen en foto's zaten van mensen die daar ooit zijn geweest en zijn geregistreerd. Want ze hadden op een gegeven moment wel een soort actie in Colombia, dat ze blijkbaar zoveel mogelijk mensen wilden gaan registreren. Dus toen zijn ze ook de straat op gegaan om al die mensen te laten registreren met de info die op dat moment over hun bekend was. Omdat ze daardoor natuurlijk ook beter zicht konden krijgen op de omvang en wie er allemaal op straat zijn en wie niet. En uiteindelijk hebben we daar dus duizenden van die kaartjes gecheckt. En een van de laatste kaartjes, dat was dus haar foto met haar naam. En dat was dus ook de eerste keer dat ik haar zag in feite, want ik had haar nog nooit gezien. Nee. Alleen ja, het was dus die namencombinatie met die foto. En toen dacht ik al van, nou, dit is gewoon, dat was op de voorlaatste dag voordat ik naar huis moest. Dus dat was echt gewoon een enorm succes, want ik had niks van toen ik aankwam. En op een gegeven moment had ik dus, na een week zoeken, liep ik naar huis met, dacht ik voor mij, mijn gevoel met een foto. Dat betekent dat zij dakloze opvang, wil zeggen, daar gaat ze s'avonds pas naartoe natuurlijk. Dus nou, ze kunnen daar dag en nacht naartoe, ja. Maar het is wel echt anders dan hier. Dus maar wanneer heb je haar dan gevonden, daadwerkelijk? Nou, toen wisten we dus zeker, dat we wisten al in het systeem stond haar naam. Maar toen wisten we ook, hadden we ook een foto daarbij, zeg maar. En toen dacht ik, nou, dan kom ik in juli terug, want nu heb ik de foto. En nu kunnen we straks op straat gaan zoeken op basis van die foto. Want dan kennen mensen er misschien wel. We hebben ook overal gevraagd bij kerken, et cetera. En bij politieagenten van, kennen jullie iemand met die naam? Maar goed, er wonen in die stad 4 tot 5 miljoen mensen. En ook bij de kerk zeiden ze, ja, we moeten echt wel een foto hebben. We kennen echt bijna iedereen die hier op straat leeft. Maar we moeten wel echt een foto hebben, want een naam alleen zegt ons niks.
Dus, maar ik moest natuurlijk naar huis anderhalve dag later. Dus ik dacht, nou, dan kom ik in juli terug. En dan ga ik gewoon met die foto weer langs al die instanties. En dan moet je op een gegeven moment, moet het gewoon kunnen lukken. Al ga je maar op straat iedereen aanspreken, dan op een gegeven moment kom je er wel, dacht ik. Maar toen zijn ze vanuit die dakloze opvang allerlei andere opvangcentra gaan bellen. En dat klinkt dan heel alsof er een enorme verzorgingsstaat is. Dat is er echt niet. Maar ze hadden wel een aantal nummers die ze konden bellen. Er zaten gewoon enkele tientallen locaties in de stad waar mogelijk mensen door de gemeente werden opgevangen. En zij is toen gewoon eigenlijk gaan rondbellen en mailen met gewoon die naamcombinatie en die foto. En toen is op een gegeven moment in één instelling sloeg een directeur daarop aan. En die zei van ja, bij ons zit iemand met die naamcombinatie die er zo uitziet. En die zit hier nog steeds. En die zegt ook wel dat ze... En de grap was dus dat zij dus elke week bij hem op kantoor stond om te zeggen, ja, wacht maar, binnenkort komen mijn kinderen me opzoeken. En dus hij was ook heel erg verbaasd, want ze kunnen wel zoveel zeggen, dacht hij. Maar dat er dus ook daadwerkelijk voor de eerste keer ooit iemand vroeg naar haar. Want normaal gesproken, al die daklozen die daar worden opgevangen, daar wordt natuurlijk nooit naar gevraagd. Die mensen die hebben allemaal geen familie, die hebben niemand. Dus ja, daar wordt nooit naar gevraagd. Maar op een gegeven moment kreeg hij dus wel die vraag van, kent u iemand of bent u of zit er iemand bij u in de instelling met deze naamcombinatie en deze foto? En dat was zij dus. En toen werd ik dus, toen ik op de laatste dag dat ik naar huis ging, heb ik 's ochtends nog allemaal mensen bedankt met flessen champagne daar, die allemaal hadden geholpen aan het tot die foto komen, zeg maar. Dat was al echt enorm, dat was al een enorme uitkomst, vond ik. Maar ik heb toen dus, toen kreeg ik dus in het hotel allemaal appjes binnen van die vrouw uit die daklozenopvang. Nou, we hebben haar gevonden, wil je hier naartoe komen? Want ja, ze wil je heel graag ontmoeten. Dus toen, in plaats van dat ik op de laatste dag naar een terras ging, wat mijn aanvankelijke plan was, zijn we toen in de taxi gestapt, weer naar die daklozenopvang. Daar zijn we toen goed ontvangen, hebben we gehoord dat ze dus in een soort opvanglocatie zat voor oudere daklozen. En dat ze dus allemaal instellingen hadden afgebeld. En dat er dus één instelling was die had gezegd, ja, hier is ze. En dat ze op dat moment werd bijgepraat en werd voorbereid door een psycholoog, die haar ook mentaal ging voorbereiden. En ja, dat ze dus daarna in een busje zouden stappen en dan die kant uit zouden gaan. Zij ging naar jou toe? Naar het hotel. Nee, wij gingen naar het hotel. Dus wij gingen vanuit die daklozenopvang naar dat centrum. Dat was spannend. Dat was wel spannend, ja. Want je bent die hele week gewoon rationeel aan het zoeken. Maar en dat geeft ook een soort van, dat houdt je ook een soort van bezig, zeg maar. Maar als je dan, ja, en dan ook op die laatste dag, omdat je het allemaal totaal niet verwacht. En ik had nooit gedacht dat ik in een week tijd iemand zou kunnen vinden. Maar dan als je dat half uurtje hebt, vanaf die dakloze opvang naar die opvanglocatie. Ja, dat zijn wel momenten dat je voor je gevoel je hele leven voorbij trekt. Want dat is wel echt gewoon spannend, ja. En dan kom je binnen. Ja, toen werden we daar dus ja, met alle ega's ontvangen door de directeur van die instelling. Die heeft ons eerst een beetje de achtergronden verteld van die opvanglocatie. Dus de oudere daklozen, vaak ook wel psychische problemen. Hoe oud is ze? Ongeveer 65, denk ik. Ze weten ze niet precies, zeg maar. Maar en dat ze daar ook gewoon afgekikt zijn van alles wat ze op straat nemen. En dat ze daar in principe gewoon hartstikke goede verzorging heeft. En, jij komt binnen met je vriend en daar zit ze. Hoe gaat dat? Nou, zeg maar, ik zat ergens en toen kwam zij binnen. Zeg maar, zij werd op een gegeven moment opgehaald, want eerst wilde die directeur gewoon wat vertellen over de achtergrond van die instelling. En toen daarna, toen ik er eigenlijk klaar voor was en al mijn vragen had gesteld, toen werd zij opgehaald door haar begeleiders en toen kwam zij eigenlijk binnen. En toen ben ik gewoon opgestaan, heb ik haar gewoon eigenlijk gewoon, ja, toch een soort van drie zoenen gegeven. Zij was ook gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde als ik, hoor. Dus niet een hele emotionele bedoeling. En toen hebben we elkaar gegroet. Maar het wonderlijke is dat zij dus wist dat er iemand naar haar op zoek was. Nou, ze heeft dat altijd gezegd, ja, in die instelling. Daar had ze op zich geen indicaties voor dat dat zo was. Maar ze heeft altijd wel gezegd dat er dus dat zij kinderen had en dat ze hoopte en dat ze dacht dat die haar ook ooit op een dag zouden gaan vinden. Maar dat is toch enorm als je dan die ontmoeting hebt. Ja, maar voor haar was die shock ook wel groot, hoor, op dat moment. Het was ook na een uurtje, was ze ook echt wel mentaal echt even gesloopt. Want het was echt wel gewoon natuurlijk, ja, als je dat altijd denkt. Maar ja, dat denken de meeste mensen die daar zitten. Sommigen hebben ook kinderen gekregen. En je kan van alles denken. Maar toen heb je kunnen vertellen dat het dus heel goed met je ging. Ja, alleen, nou was het wel zo. Nou moet je wel zo inschatten dat als je 40 jaar lang drugs gebruikt op straat. Ja. Dan doet dat wel wat met je mentale gesteldheid, zeg maar. Dus zij heeft ook nooit bijvoorbeeld gevraagd
hoe ik haar heb gevonden of zo. Dat niet dat ze dat helemaal snapt. Maar als ze wel gewoon dat het echt goed gaat met mij in Nederland. Dat ik gewoon een hele lieve moeder heb hier. Dat ik een heel leuk leven heb. Maar voelde je iets als je dan je biologische moeder ziet? Ik ben los van de ellende waar zij in zit. Nou, nee, niet echt eigenlijk. Want heb je nu nog contact op de een of andere manier? Ja, nou, ik ben toevallig 2 weken geleden weer geweest. Want ik ben toen in juli teruggegaan om haar iets beter te leren kennen. Want dat was natuurlijk de laatste dag voordat we naar huis gingen. Dus ik had maar een uur, zeg maar. Toen moest ik alweer weg. En dat was ook lang genoeg, hè, want op een gegeven moment is het ook gewoon moe en is het klaar. Maar ik ben dus in juli teruggegaan om haar beter te leren kennen. En dan ook afgelopen april weer. En niet per se om beter te leren kennen, maar ook gewoon af en toe even langs te gaan. Even een zakje chips. En dan herkent ze je en alles? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Is ook heel blij. En hoe is dat? Is dat heel warm of hoe gaat dat? Het is heel goed, denk ik, maar niet heel warm of zo. Want het is gewoon, ja, zeg maar, zij is niet heel sentimenteel. Ik ook niet. Maar ze vindt het wel heel leuk dat we komen. En het is ook wel 1 keer in de zoveel tijd. Dan word ik geappt door mensen uit die instelling. Van, ze wil graag met je praten. Dus, en ondersteun je haar op de een of andere manier met iets? Nee, dat is dus niet nodig. Want ze krijgt daar alles wat ze nodig heeft. En ook alles wat extra binnenkomt, moet ook via dat huis gaan. Want ze willen niet dat er allerlei... Ze mogen daar zelf geen middelen krijgen, zeg maar. Want dan ontstaat daar binnen ook weer een soort van wereld met handel en weet ik veel wat allemaal. Hoe is dat met je moeder, je adoptiemoeder? Ja. Hoe heeft die dit allemaal ervaren? Nou, zeg maar, vorig jaar was hij natuurlijk gewoon continu aan het meeleven. Ik heb ook haar wel elke dag bijna gebeld om gewoon haar te updaten over de voortgang. En het idee was eigenlijk ook dat zij zou komen als ik haar had gevonden. Maar goed, het was natuurlijk zo kort dag dat het dus niet is gelukt. Dat ze op zo'n korte termijn te regelen. Want ik ook niet, ja, het was de laatste dag voordat ik ging. Dat ik überhaupt zelf niet eens wist wat ik haar zou vinden. Wat heeft het met jou gedaan, dat afgelopen jaar? Want je bent nu een dik jaar ermee bezig en je hebt nu... Nou, toch vooral, ten eerste omdat heel veel mensen echt hebben meegeleefd, is het ook echt gewoon hartstikke leuk. Dat je ook echt merkt dat even soms ook los van de partij politieke, dat echt vriend en vijand daar echt gewoon echt wel intens mee hebben meegeleefd. Dat is hartstikke leuk. Maar ook gewoon, ja, het is ook wel een soort van voltooid gevoel. Als in van, ja, het is ook wel weer een enorme luxe hoor. Dat je dus zoiets gaat doen omdat je dus duidelijkheid wilt en niet over 20 jaar te laat wilt zijn. Dat het dan ook op deze manier lukt in feite. En dat je eigenlijk in zo'n gespreid bedje terechtkomt van allemaal goed verzorgd, niet hele moeilijke sentimentele dingen of verwijten of wat dan ook, gewoon helemaal niks. En dat geeft wel heel veel rust. Dat je denkt van ja, dat je het op deze manier kan bolwerken binnen een jaar tijd. Om dan zo iemand te vinden en het gaat gewoon goed, je hebt leuk contact af en toe. Dat geeft wel heel veel rust en ook wel voldoening. Maar en eerlijk gezegd, kijk, zo'n zoektocht in Colombia, in zo'n stad, dat je dat allemaal doet en mag meemaken, dat is ook echt wel een enorme, ja, echt wel enorm, heeft enorm veel levenswaarde, zeg maar. Nou heb je je pleegfamilie, althans daar de helft van, de moeder. Nee, je adoptiemoeder. Ja. Je hebt je moeder ontdekt. En je hebt hier het gezin PVV, zou ik maar zeggen. En je vriend thuis natuurlijk. Alles bij elkaar. Is het dan voor zo'n... Wat is de belangrijkste basis van al die dingen die ik nu noem? Nou, ik denk echt precies de combinatie van. Ja. Je weet gewoon waar je vandaan komt. Je weet, je hebt een hartstikke leuke familie eigenlijk. Gewoon. En ook een hele mooie baan. Dus dat is echt een hele mooie basis om in ieder geval gewoon je werk te kunnen doen. Dat leidt nog wel eens tot heel veel frustratie natuurlijk. Om dat toch weer een beetje politiek te maken. Het is natuurlijk niet makkelijk werk dat wij doen. Nee. Niet hier in de Kamer, maar ook zeker niet gewoon in de gemeenteraad of in de Provinciale Staten overal. Want je vecht wel echt tegen tegen de bierkaai, zeg maar. Ja. En dan denk ik dat het heel prettig is dat je gewoon een hele, hele prettige basis hebt. Eigenlijk je fundament om die strijd te kunnen voeren. Want dat is uiteindelijk ook waarom ik nu tegenover jou zit. Omdat wij elkaar kennen uit deze wereld. En dat is uiteindelijk wel echt iets wat met enorm veel strijdlust doet, zeg maar. Ja, we hebben hele avonturen beleefd. Die politieke... Nou, absoluut, ja. James Bond in Rotterdam. Nou, laat maar niet over ophouden. Maar in ieder geval... leuk om je te hebben leren kennen. En goed dat het zo goed met je gaat. En een einddoel heb je niet. Je hebt gewoon maar de zin. Ik denk gewoon, kijk, wat ik vind wel... Mijn einddoel... is het Nederland dat wij voor ogen hebben en het Den Haag wat wij voor ogen hebben. Maar op een dag dat ik echt met
echt gewoon met heel veel tegenzin naar mijn werk ga, dan is mijn eindpunt bereikt, zeg maar. Dus het einddoel is gewoon eigenlijk, ja, heel zwart-wit gezegd, ons verkiezingsprogramma realiseren. Maar het eindpunt is wanneer ik mezelf naar kantoor moet duwen. Dat hoef ik eigenlijk nooit. Je hebt natuurlijk wel eens mindere dagen, maar dat je echt niet meer makkelijk gaat, dan ben je klaar volgens mij politiek gezien. En je kan volgens mij dit werk alleen doen als je er echt in gelooft. Dan word je gedragen door je idealen, zeg ik wel eens. Maar als dat niet meer zo is, heb je je eindpunt bereikt. Maar het einddoel, dat staat eigenlijk gewoon in ons verkiezingsprogramma. Nou, een mooie zin trouwens. Politiek einde dan alsnog. Hartelijk dank voor het mooie verhaal. Vond je het mooi? Vond je het een mooi verhaal? Ja, een heel mooi verhaal. Nou, gelukkig.